In naam van de Vader, de Zoon en de Heilige Geest. Amen. In Christus beminden. Tijdens de vorige conferentie onderwees de heilige Alfonsus ons over hoe de voorbereiding van het sacrament van de heilige biecht er moet uitzien. Hij wees op 3 punten. Ten eerste dient men kort zijn geweten te onderzoeken en bijzonder de wortels van de zonden trachten te ontdekken. Ten tweede moeten wij een waar berouw opwekken, zonder het welk er geen geldige absolutie kan ontvangen worden. En tenslotte bestaat de voorbereiding op de biecht ook in een besliste wil zich te beteren en de nodige middelen toe te passen. Vandaag wil de heilige Alfonsus ons spreken over de belijdenis van onze zonden tijdens de biecht en de opgelegde boetedoening na de biecht. Ten slotte geeft hij nog enkele gedachten mee betreffende de scrupules. Aldus, ten eerste, de belijdenis. De belijdenis moet aan 3 punten voldoen. Zij moet volledig zijn, nederig en openhartig. Zij moet ten eerste volledig zijn. Elke doodzonde dienen wij te biechten. Het is niet genoeg zich na een doodzonde in berouw naar de woestijn te begeven en slechts daar van kruiden te leven en op de grond te slapen. Wat men ook doet, de doodzonde die men zich herinnert en als doodzonde herkent, moet men in het sacrament van de biecht openbaren. Vergeten doodzonden biecht men zodra men deze herinnert. Indien men een doodzonde, welke men voor ogen heeft, niet opbiecht tijdens het sacrament, begaat men een heiligschennis. De belijdenis van de biecht is niet volledig. En velen gaan, volgens de heilige Theresia, door het verzwijgen van 1 enkele doodzonde, ook al biechten ze 1000 anderen, toch nog verloren. Ten tweede, dient de belijdenis niet enkel maar volledig te zijn, maar ook nederig. Men mag niet vergeten dat men in de biechtstoel als een aangeklaagde voor de rechter zit. Het is een formele, juridische gebeurtenis. Geen bezoekje aan de pater. Men is beladen met een hemeltergende schuld. En de menselijke biechtvader neemt in de biechtstoel de plaats in van God. Men moet hopen door hem van de boeien bevrijd en gered te worden van de hel. En men moet de aanmaningen van de priester nederig opvolgen en de middelen aanvaarden welke de priester ons tot beterschap voorschrijft. Ten derde dient de belijdenis van onze zonden ook openhartig te zijn. Dat betekent ook waarachtig. Dat wil zeggen dat we onze zonden moeten belijden zonder ze te verbloemen of zich te verontschuldigen. Antwoorden wij onze biechtvader altijd in waarheid als hij om verduidelijking vraagt? Vergeten wij niet, een leugen in de biechtstoel weegt zwaarder dan in andere omstandigheden. Men wezen dus oprecht, men verontschuldigen zich niet, men is daar om zich aan te klagen. Men kan niet zeggen, ik haat mijn naaste, maar dat is omdat hij mij kwaad aandeed en dat is onuitstaanbaar.
De heilige Gregorius zegt: O zondaar, wat hoopt ge daarmee te bereiken? Dat misschien de biechtvader uw zonde goedkeurt door al uw verontschuldigingen. In Christus beminden, onze lieve Heer beklaagde zich hieromtrent eens bij de heilige Maria Magdalena de Pazzi. Hij sprak: Sommige zondaars komen in de biecht om de schuld van een andere te openbaren. Waarom komen ze dan naar mij om vergeving voor hun zonden te vragen? Katholieken die zo handelen in de biechtstoel verminderen hun zonden niet. Misschien laden zij hun eigen schuld op de schouders van een andere en daardoor vermeerderen zij hun schuld nog meer door de naaste van zijn goede naam te beroven. In werkelijkheid moet men zeggen, niet de naaste, niet de duivel was de oorzaak van mijn zonde, maar wel mijn eigen boosheid. Nog een punt. Het gebeurt soms dat katholieken na het belijden van hun zonden beginnen op te sommen wat zij voor goeds ook nog gedaan hebben. Mijn dierbaren, dat hoort niet in de biecht. Ook al horen al het leed en alle belevenissen des levens niet thuis in de biecht. Benut de biecht veel meer om vergeving voor de zonden te krijgen, bekoringen te openbaren en vorderingen te maken in de heiligheid. Betreffende de openhartigheid en de waarachtigheid van de zondenbelijdenis komt de heilige Alfonsus ook te spreken over de valse schaamte die wij in de biechtstoel kunnen gewaar worden. De duivel tracht de mond van de zondaar te sluiten door in te fluisteren dat het een schande zou kunnen zijn zulk een zonde te belijden. En passen wij op, hoe velen zijn er die hierdoor jarenlang in onwaardige biechten en communies terechtkomen en uiteindelijk in de hel. De heilige Augustinus zegt: Wat, schaamt gij u? Welnu, welke dwaasheid is de grootste? Door de zonde uzelf een dodelijke zielewond toevoegen, of deze niet bij een aanwezige, kundige en goedwillige dokter laten verzorgen. Het laatste is de grootste dwaasheid. Als de geneesgeer niet uw wonden te zien krijgt, kan hij ze ook niet genezen. En bovendien, gij schaamde u niet God een belediging toe te voegen. Welnu, beken dan ook met dezelfde moed uw zonden. Wijze woorden van de heilige Augustinus. Op een zekere dag had een leerling van Socrates, de filosoof, zich in een lichtzinnig huis begeven. Toen de leerling dat wilde verlaten, zag hij plotseling zijn meester voorbijkomen en hij sloot nog snel de deur. Socrates had het gezien en hij opende de deur en sprak: Mijn zoon, het is een schande dit huis te betreden, niet te verlaten. En dit geldt ook voor de arme zondaar. Het is een schande naar de zonde toe te gaan, de zonde te bedrijven, maar het is nooit een schande zich van de zonde te bevrijden. De natuurlijke schaamte die ermee verbonden is aan de belijdenis van onze zonden, voert net naar Gods genade en naar de heerlijkheid van de hemel. Sint Alfonsus maant ons dus aan de biecht als een heilsmiddel te zien en openhartig de zonden te belijden. Laat ons niet het geneesmiddel in een gif veranderen,
door een bijkomende doodzonde te verrichten in de biechtstoel, door de doodzonde niet te openbaren. Waarom zouden we dat verzwijgen wat bij het laatste oordeel toch aan allen zal bekend worden? Sint Augustinus overdacht ook dit feit en ik concludeerde terecht. Als ik mijn zonden toch zal moeten belijden, waarom dan niet nu, in de stonde van barmhartigheid? Het verzwijgen van doodzonden houdt ons langer in de ongenade en voert naar een bestendige droogheid in het geestelijk leven. Het is zoals in de parabel van de verloren zoon, die gebrek leed, terwijl eigenlijk op hetzelfde moment in het huis van zijn vader geen enkele knecht honger of dorst kende. Keren wij dus steeds als zondaars met een goede biecht terug naar de Vader, ten allen tijde. Laten wij de duivel in zijn wanhoop achter en hebben wij in de biechtstoel vertrouwen op onze zaligmaker. Iemand die zijn zonden verzwijgt, denkt ermee vrede te kennen. Maar hij kent geen vrede. Veel meer gevoelt diegene die een doodzonde verzwijgt een slang rond zijn hart. Een slang die het verstikt. En, hebt gij moeilijk iets te bekennen, begin dan uw woorden in de biechtstoel als volgt. Zegen mij, Vader, want ik heb gezondigd en ik schaam mij het te bekennen. En de biechtvader zal u direct helpen. Misschien dat gij voor eerst enkel maar met ja en nee op zijn vragen kunt antwoorden. Hij zal dan bidden tot uw engelbewaarder om u moed en sterkte te schenken. En u weet bovendien dat de biechtvader de kennis uit een biecht niet aan anderen mag vertellen. Ja, u zelfs buiten de biecht er niet mag over aanspreken. En dat de biechtvader zelfs zijn handelingen en zijn beslissingen er niet mag naar richten. U allen is de heilige Johannes Nepomuk bekend, de martelaar van een biechtzegel. Mijn dierbaren, na de overweging over de zondenbelijdenis komt de heilige Alphonsus als tweede punt te spreken over de opgelegde voldoening, ook penitentie geheten. Ook deze voldoening, mijn dierbaren, behoort tot het sacrament van de biecht. Wat betekent dat als iemand voor de biecht reeds beslist de boetedoening toch niet te volbrengen, men het sacrament ongeldig ontvangt. In de biecht gaat men namelijk akkoord met de boetedoening, wat betekent dat men ook belooft de boetedoening uit te voeren. Indien men dit achteraf niet doet, kan dit een doodzonde zijn, als het een groot boetewerk betreft. Bijvoorbeeld een rozenhoedje, een kruisweg. Vergeten we bovendien ook niet, indien wij onze boetedoeningen niet doen op aarde, dit zeker op ons wacht in het vagevuur, en weliswaar in veel ergere omstandigheden. Spijtig genoeg volbrengen we onze penitenties soms gehaast, halsslachtig, waardoor we ons na gedane penitentie op aarde nog moeten toeleggen op andere goede werken, aalmoezen, gebeden, vasten. Niet om verdiensten te verzamelen, maar om het tekort aan eerherstel nog te voldoen. Verzuimen we dit niet, we hebben het allemaal nodig. Indien men bovendien een boetedoening niet volbracht heeft, of niet meer kan herinneren, of deze door uitstel niet meer kan uitvoeren, dan valt de boetedoening niet zomaar weg.
Men dient een biechtvader, het hoeft niet dezelfde te zijn, aan te spreken en om een nieuwe of gelijkwaardige boetedoening te vragen. Daarom is het altijd goed bij het begin van de biecht te vermelden of men al dan niet de boetedoening, de penitentie van de laatste biecht of biechten ten uitvoer heeft gebracht. Ten derde wilde de heilige Alfonsus vandaag nog spreken of deze overweging afsluiten met een kort woord over de scrupules. Scrupules zijn twijfels en angsten na en omtrent de biecht. Mijn dierbaren, weet u, veelal komen deze scrupules voort omdat men de dankzegging na de biecht slecht of zelfs niet heeft verricht. Men komt uit de biechtstoel en men rent weg zonder God dank te zeggen. En daarom laat God toe dat de duivel ons de vreugde na de biecht wegrooft. En zegt u toch dank na de biecht, net zoals na de heilige communie. En indien men twijfelt of men wel iets gezegd heeft, of als de biechtvader het wel verstaan zou hebben, zeg het, als er verstandige redenen zijn, gewoon in de volgende biecht opnieuw, met de vermelding van de twijfel. Beschouw altijd na de zonden gebiecht te hebben, zoals verleden tijd. En gehoorzaam ook gewoon betreffende de aanwijzingen van de biechtvader. En men bedenke steeds dat men als zondaar niet meer kan doen dan wat zichtbaar en uiterlijk ook gevraagd werd door Christus en de kerk. De zonden te overwegen, te berouwen, te belijden en er boete voor te doen en zich te beteren. De rest moet men aan Gods barmhartigheid overlaten. Blijf niet in twijfel of in angst betreffende de gebiechte zonde. En Christus beminnen, ziezo, en danken wij onze goede heiland voor de aanwijzingen van de heilige Alfonsus, voor de overweging van vandaag, betreffende de belijdenis van onze zonden, de boetedoening en de scrupules. Overdenken wij deze punten verder, in stilte en in eenzaamheid, en nemen we deze punten mee in onze volgende goede heilige biecht. En vraag aan ons lieve vrouw, de toevlucht van de zondaars, voor ons te willen bidden en bij de Heer onze God. Amen.